guys, is vandaag dinsdag 12 oktober. Ik ben nog niet helemaal wakker. Ik moest echt. Ik moest Adel hier natuurlijk vroeg naar school brengen en toen hier naartoe komen. En hierna moet ik gelijk door naar band practice trouwens in Den Haag. Annie en ik hebben gisteren lesminder besloten om maandag een paar dagen naar Malta te gaan samen met Arohi. Hij is de 29ste jarig en rond die datum kunnen we helaas niet gaan, want dan heeft Arohi geen vakantie. Dus hebben we ervoor gekozen om maandag te gaan. Het wordt echt een druk dagje. Het wordt een drukke periode. Vandaag de laatste band practice voor de gig van 23ste, voor mij dan in ieder geval. Als ik weg ben, gaan de boys nog wel gewoon samen oefenen. Ik heb wel echt zin in de 23ste, het gaat echt tof worden. En vandaag dus heel de dag werken. Ik zat gisteren nog tot laat, ik ben volgens mij echt 4 uur of zo pas gaan slapen. Zat ik nog die nummers te oefenen voor vandaag, voor band practice. En ik hoop dat alles er goed in zit, we gaan het zien. We hebben al een repertoire voor ongeveer een half uur. Alleen 23ste spelen we een uur, dus dan gaan we eventjes checken hoe dat allemaal zal gaan. Imran doet ook mee, Imran een beetje. Ik heb er wel echt zin in. Het gaat leuk worden. En ik heb ook heel erg zin in Malta. Ik ben er nog nooit geweest. Het is een eiland. Het is maar voor een paar dagen. We vertrekken maandag. En dan komen we donderdag terug. Maar we moesten er eventjes tussenuit, man. En ook voor Anil's verjaardag is het eventjes leuk. En voor Arie is het natuurlijk helemaal leuk. Door corona hebben we ook natuurlijk niet kunnen reizen zo lang. Dus ja, we zijn echt blij dat het nu eindelijk weer kan. En trouwens, ons logo is er. Ik laat hem eventjes zien. Ran heeft hem ontworpen. Ik vind hem echt prachtig. Dit is hem. Ik vind hem echt tof, man. En we willen voor de gig willen we dus shirtjes laten drukken met het logo erop. Nou ja, we gaan eventjes kijken of we dat gaan redden. En moet te doen zijn. Ik was nu even op een fotograaf. Die komt hier even wat producten fotograferen. Een bedrijf waar we mee gaan samenwerken. Dus eventjes wat vitamintjes binnenkrijgen. De fotograaf die bijna is en daarna komt de vracht alweer binnen, denk ik. Dat eventjes. So guys, the photographer is here all the way from Brabant and she is going to make pictures for Deliveroo. She makes good pictures because I've seen them on Thuisbezorgd as well and they're good. So what's your name? My name is Renata. Renata, yeah. okay nice. And how can we find you online? I have Instagram, of course. So, okay. It's Crespo Photo Lab. So. Oh, okay, nice. If you can write it down, I will put it in the vlog. Sure, so, nice. Sure. Okay. Ik kon mijn vlogcamera niet meer vinden. En
ik overal zoeken. Ik dacht dat ik hem nog op werk had, want ik vlog daar ook regelmatig. En toen dacht ik, ik heb hem eigenlijk al een tijdje niet meer gezien, die camera. En toen heb ik contact opgenomen met de eigenaar van de oefenruimte, waar we dus een paar dagen geleden hebben opgetreden of geoefend. En daar lag hij gelukkig. Ik was echt blij, man. Maar ik moet hem, Aniel gaat hem morgenochtend vroeg eventjes halen. Want ja, ik wil hem echt hebben eigenlijk ook voor die moeren, om dat te filmen. Moeder van Jess, van mijn nichtje. Moeder van mijn nichtje, die is morgen. En ja, ik ben Poa natuurlijk. En we gaan maandag naar Malta toe voor een aantal dagen. En dat wil ik natuurlijk ook allemaal filmen. En we hebben vandaag flink inkopen gedaan daarvoor. Allemaal leuke kleding gekocht. En dat wilde ik jullie eigenlijk laten zien. Gelukkig heb ik nog een extra vlogcamera. Maar ik vind het wel jammer, man, dat ik die. Want ik vind die kwaliteit toch eigenlijk beter, joh. Dus ja. Yeah. Ze hebben een kleine kamertje voor. Ja. Ze hebben een kleine, hoe heet het? Inloopkamer, omkleedkamer, beneden. Met een bureautje. Dit is een van mijn nieuwe jurkjes. Ik laat ze nog niet allemaal goed zien, omdat ik ze natuurlijk op vakantie wil showen. En in die vlog daarvan. Dus, maar alvast een sneak peek. Nou guys, we gaan even naar de kermis bij Schiehaven.
tijd om even wat te eten. Ik denk dat we voor de poppetjes gaan. Nummer 3 is weer aan van deze baby. Kom, ga lekker poppetjes eten. Gezellig wel, het is wel echt gezellige kermis hoor. Papa, komt eraan. Turkse pizza halen. Lekker Turkse pizza's. Nou, de moeder van mijn nichtje. Jesslyn is vandaag. Ik heb een heel schattig armbandje voor haar gekocht. En ik heb Mee Thai besteld. Want ja, hallo, ik ben Pua. En mijn zus ook. Dus we gaan er een onvergetelijke dag van maken. Samen met de familie. Ik ga even dit inpakken. En Mee Thai laat ik je straks zien. Ik heb het ergens besteld. En ik kende dat meisje, nou ja, die vrouw eigenlijk, helemaal niet. Een jonge vrouw. Maar ze heeft me zo verrast. Echt, ze heeft echt een hele mooie, ja, een hele tractatie gewoon ervan gemaakt. Kijk hoe cute. Zo'n huis is echt rommel, maar... ja, dat hoort erbij, hè, tijdens drukke dagen. Ik heb ook nog kleding besteld voor mijn optreden van de 23e, maar dat laat ik je zo wel zien, of later. En ik moet nog inpakken voor Malta, want daar gaan we morgen naartoe. Superleuk, hier had ik het dus over. Het is gemaakt door Manu. Ik zal even vragen hoe haar bedrijf heet. En Sabine de Vriend, dankjewel voor de tip. Hele mooie kokosballetjes. En ik zal natuurlijk ook laten weten hoe het heeft gesmaakt. Echt heel mooi hoor. Ja. Draai eens op. Je haar ook zo mooi. Ja. Wauw. Dat heeft mama gedaan. Ja. Ja, kijk eens. Wauw, mooi meisje. Nou, dit is mijn outfit, jongens. Ik heb deze bij de H&M gekocht. Mijn make-up heb ik gewoon simpel gehouden. Uiteindelijk vind ik dat toch het mooist. Hey guys, het is vandaag zondag 17 oktober. En we gaan naar mijn nichtje Jesslyn toe. Want vandaag is haar moeran. En ik ben Pua natuurlijk, mijn zus is Pua, dus voor ons een hele belangrijke rol ook vandaag. Ik heb net ook heel wat gefilmd met mijn andere camera, deze lag gewoon nog in de oefenruimte. Niels die snel gaan halen, maar ik ben zo blij dat ik deze weer heb, want we vertrekken morgen naar Malta. En ja, ik zou echt niet zonder deze camera kunnen. Waar gaan we met jullie? Morgen fun? Yes. Ja. Yeah.
sta hier. En jij gaat ook straks zingen, hè? Nee? Zo leuk, ik heb deze ook nog gehad voor mijn broer en schoonzus. Heel mooi.